Beste mensen, het is nu vrijdagmiddag en we weten sinds gisteren dat het kabinet heeft besloten dat alle bijeenkomsten met meer dan 100 personen afgeraden wordt om dat te doen. En dat is in Brabant vanaf vanmiddag ook echt verboden om dat te doen. Maar daarnaast zou ik mensen ook willen vragen, als je een bijeenkomst hebt met minder dan 100 personen en je hebt het niet per se nodig om die bijeenkomst te houden, hij kan worden uitgesteld, denk daarover na om dat te doen. Want belangrijk is sociale contacten, nieuwe, zoveel mogelijk te vermijden om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, zodat onze zwakke mensen, mede-inwoners, dat die beschermd worden. En tenslotte, ik zie dat heel veel mensen daar ook verstandig mee omgaan en dat ook heel veel mensen heel hard aan het werken zijn om verspreiding van het virus te voorkomen. En ik wil daar iedereen van deze plek uit hartelijk voor bedanken.